En wat ik specifiek aan Noortje vind, is dat ze niet alleen video's maakt, maar daar ook echt een salesgerichte strategie op zet, zodat de video's die je maakt ook echt zo uitkomen dat ze ook echt wervend zijn voor andere klanten. Ik ben Mirjam Slijkman, ik ben high-end business coach en ik help ambitieuze ondernemers om door te groeien met hun bedrijf, zodat ze kunnen gaan werken met de beste klanten in hun markt tegen de beste prijzen en vooral onder hun eigen voorwaarden. Ik heb Noortje gevraagd om videotestimonials te gaan maken, omdat ik ze ook echt mijn testimonials op beeld wilde hebben. Ik had al wel geschreven testimonials van klanten, maar op beeld heeft het nog veel meer impact en daarom wilde ik een heleboel testimonials ook echt gaan verfilmen. Noortje is echt een vakvrouw. Niet alleen kijken we van tevoren naar de strategie, wat willen we vooral in beeld hebben. En wat ik specifiek aan Noortje vind, is dat ze niet alleen video's maakt, maar daar ook echt een salesgerichte strategie op zet, zodat de video's die je maakt ook echt zo uitkomen dat ze ook echt wervend zijn voor andere klanten. En dat onderscheidt Noortje voor mij echt van andere videografen en videomarketingstrategen. Toen Noortje mij vroeg om klanten te vragen, toen was er nog een beetje een twijfel van, gaan klanten dat wel doen? Want ik had nog nooit klanten gevraagd om videotestimonials te vragen. En eigenlijk was ik verbaasd hoe makkelijk dat ging. Van de 9 mensen die ik gevraagd heb, zeiden gewoon 9 mensen ja. En vonden ze het eigenlijk ook heel leuk om te doen. Klanten waren laaiend enthousiast als ik hen hun testimonials liet zien die Noortje gemaakt had. En dat was voor mij natuurlijk ook leuk om te horen. Want ja, je wil wel dat je ook iets maakt waar mensen helemaal achter kunnen staan. Dus dat is ook belangrijk. Niet alleen dat ik goede testimonials heb, maar dat klanten ook echt achter hun eigen testimonial kunnen staan. Nou, inmiddels heb ik een hele machine natuurlijk opgetuigd waarin klanten eigenlijk automatisch ook op mijn pad komen. En nou, ook daar is video in verwerkt. Ook daarin hebben we samen met Noortje gekeken in de strategie. Hoe kunnen we dat nog veel beter maken? En hoe kunnen we dat met video ondersteunen? Ja, en je merkt dat dat gewoon werkt. Geeft heel veel rust. Als je weet dat je daarop kunt vertrouwen dat die machine ook werkt en ook altijd werkt. En daarmee een continue flow altijd binnenkrijgt van de juiste leads. Als ik nu salesgesprekken voer, dan hebben eigenlijk mensen altijd al gekeken naar mijn pagina met successtories, waar alle videotestimonials in staan. En soms geven mensen daar ook iets op terug. Ik heb die testimonial met die even bekeken. En ik heb natuurlijk ook verschillende testimonials opgenomen met mensen in verschillende branches en vakgebieden. Omdat ik ook verschillende kennisexperts help. En dat maakt het heel waardevol. Dus ik krijg dat ook terug en ik weet zeker dat dat ook bijdraagt aan sales. Dat die proof van anderen er ook echt is. Als je kijkt naar videomarketing in je marketingstrategie en dus ook in je salesstrategie, zeg maar, dan is dat eigenlijk onmisbaar. En zeker op dit moment in deze tijd. De ontwikkelingen gaan sowieso naar videomarketing en ook steeds meer korte snippets. Mensen willen je gewoon horen en zien. En dat krijg ik ook terug. Nu ik videomarketing gebruik, zeg maar, zeggen ook mensen ook nu ik je stem hoor, kan ik je nog veel beter peilen en vind ik het ook nog veel krachtiger, omdat je meer een band kunt creëren ook met je klanten. Dus ook in je marketing is ja, videomarketing echt onmisbaar wat mij betreft. Zeker ook op dit moment en denk de komende tijd ook. De reden dat ik echt met Noortje ben gaan werken, niet omdat zij expert is in haar vakgebied, maar zij is ook echt high-end strateeg op het gebied van videomarketing. En ik ben natuurlijk high-end business coach en dat vraagt ook echt om een andere strategie. Ook in videomarketing. Dus dat betekent dat niet alle videomarketing voor mij passend is. Ik wil exclusieve marketing, exclusief gericht op mijn exclusieve high-end klanten. En Noortje begrijpt dat als de beste. Maar ze is rustig, ze overziet altijd alles. Ze geeft je een heel vertrouwd gevoel, wat ontzettend prettig is als je voor een camera moet. Zeker de eerste keren. Maar ze is strategisch ook nog eens scherp. Dus in die zin heeft ze echt de perfecte combinatie van strategisch echt kunnen leveren aan resultaat, maar ook een hele vertrouwde, fijn persoonlijkheid die ook echt met je meedenkt en naast je staat. En nou ja, dat vind ik dat Noortje echt een vakvrouw maakt. Naast het feit dat zij vooral ook echt op high-end niveau zaken doet en haar videomarketing inricht. Op locatie weet ze wat ze aan het doen is. De klanten komen binnen, er is aandacht, er is tijd. En ook met mij de filmpjes die we opnemen, zeg maar. Het gaat gewoon allemaal vanuit kwaliteit, aandacht en tijd. Even rust op de tijd. Ze neemt de strategie door. Ze straalt rust uit. Ook voor de klanten die komen. Mensen voelen zich heel veilig en vertrouwd voor de camera. En daardoor krijg je ook de beste testimonials. Nou, tegen andere high-end ondernemers die nu nog geen videotestimonials hebben,
zou ik zeggen zeker doen. En ook zeker Noortje vragen, want dan weet je dat je ook goede converterende testimonials hebt. Nogmaals, dat vind ik heel belangrijk. Omdat het gewoon bijdraagt. Jouw verhaal, wij hebben altijd belang. Klanten willen het van anderen horen. En video is het middel om dat gewoon ontzettend goed naar voren te brengen. Videomarketing is echt een leerproces. Ook dit is er niet in één keer, maar je moet wel beginnen. En je moet het vooral aangaan met jezelf. De schaamte voorbij, pak je podium. Ook al weet je niet helemaal precies hoe het is, maar ga en ontwikkel. En inderdaad, zorg dat je daar gewoon een expert bij hebt die je gewoon even kan helpen.